Hoi, wat leuk dat jullie weer kijken. In deze video wil ik jullie meenemen naar 13 mei 2016. Een van mijn meest memorabele vogeldagen. Nou, sinds ik begon met vogels kijken, werd er tijdens elke trip wel een daglijst bijgehouden. En op de jaarlijkse Top of Holland Vogeldag in mei was er zelfs een competitie voor de langste daglijst van de dag. En zo ontstond het idee om tijdens de Top of Holland Vogeldag met wat vrienden een zo lang mogelijke daglijst bij elkaar te vogelen. In die periode probeerden we veel verschillende dingen en routes uit. Elk jaar leerden we weer van onze fouten van het voorgaande jaar. Ook werd de voorbereiding steeds grondiger. In 2015 deden wij onze eerste poging om het landelijke record uit 2003 van 187 soorten te breken. En wij kwamen helaas net tekort tot 185 soorten, maar wel 3 uur de tijd waarin we geen enkele nieuwe soort meer zagen. Een concurrerend team lukte het 2 weken later wel om het record te breken en het op 190 soorten te zetten. En in 2016 was het weer aan ons en hier het verhaal van deze dag. We begonnen ons dag in Heerde, waar een waterplas in het bos ligt. Daar begonnen we 's nachts met als hoofddoel enkele brilduikers. Dit is nagenoeg de enige gegarandeerde plek op onze route. En we hebben al getest dat ze met een telescoop en zaklamp goed te doen zijn. Onze volgende stop is de vreugderijke waad bij Zwolle. En hier zijn de 2 main targets, enkele kazarka's en koolganzen. Even zoeken met de zaklamp worden beide soorten snel gevonden. We horen verder ook veel plasdrassoorten, waaronder een goede soort in de vorm van een zwarte ruiter, al zullen we die nog vaker tegenkomen. Dan gaan we naar de Zwarte Meerdijk, met als target de grote karakiet, die we dit jaar gelijk horen zingen. Een roepende bosuil wordt door 1 teamlid gemist, maar kan daardoor wel op de daglijst. De regel in Nederland is namelijk dat de meerderheid van het team een soort moet zien en dat maximaal 5% van het totaal aantal soorten door een teamlid mag worden gemist. Dan onze eerste tip van de dag bij de Wieden ronduit. Op deze plek zit een schuur waarin al vele jaren een kerkuil broedt. Tijdens de voorbereiding hadden we de soort ook hier, maar nu horen of zien we helemaal niks. Dan naar de Auken. Purperreigers in een kolonie kunnen 's nachts vrij luidruchtig zijn. En ook nu is het een makkie. Dan naar de Weerribben, Wetering Oost. Veel soorten die we in de route hadden bedacht, bleken tijdens de voorbereiding afwezig. Zoals kwartkoning, flamingo en morinelplevier. Daartegenover stond dat beide in Nederland zeer zeldzame waterhoentjes al vroeg in het jaar werden gevonden. Op deze plek horen 4 van de 5 teamgenoten na wat moeite het klein waterhoen roepen. Theo heeft echter last van zijn oren en krijgt de vogel helaas niet gehoord. Dan bijna een uur rijden voor het andere hoentje bij Ismar de Putten. Hier lukt het, wederom na wat moeite, gelukkig wel het hele team om de soort te scoren. Een mooie bonus hier is een porseleinhoen. Dat scheelt elders weer stress. Dan op naar de hei. Het begint al langzaamaan schemerig te worden, dus tijd voor de dagvogels. Met open raam horen we een nachtzwaluw en stoppen de auto even, waardoor we ook een blauwborst horen zingen. Die hadden we hier niet helemaal verwacht. Iets verderop is de bekende steenuil bij de boerderij een makkie. Bij de ganzenpoel is het weer tijd voor de houtsnip. De vogel laat dit jaar erg lang op zich wachten, maar net als we teruglopen naar de auto komt hij toch even een rondje doen. Een andere fijne soort hier is een roepende regenwulp. Vanaf nu besluiten we om met de ramen van de auto's open te gaan rijden. En we gaan op naar het Wapserveen. In het Wapserveen hebben we 2 targets. De wilde zwanen die er sinds 2006 broeden en ook Kwartel die daar in de voorbereiding zat te zingen. Op de teamgenoot die achteraan loopt na horen we wilde zwanen roepen. Kwartel doet net als houtsnip erg moeilijk, maar wordt ook gehoord als we net weer naar de auto willen. Een leuke onverwachte soort hier is een rondvliegende kraanvogel. Daarvan zullen we echter nog heel wat meer zien deze dag. Dan onderweg naar het dwingelende veld weer een aantal soorten met het raam open. Dan het dwingelende veld.
Eigenlijk ons belangrijkste gebied voor de hele dag, waarbij we ervoor hebben gekozen om dit met fietsen te doen. Lopend zou het allemaal veel te lang duren. En het bos kan je big day maken of breken. En met name de spechten zijn altijd erg lastig. Vandaag gaan deze eindelijk eens goed. We missen er maar één en dat is de draaihals, waarvan we weten dat die in dit gebied broedt. Andere dompers zijn de kuifduiker, die net deze dag op een net andere plek zat. En de kerkuil, die Jeroen zijn nestkast injaagt, waardoor we deze als team missen. Bonussen daarentegen zijn boomvalk en zomertortel. Deze schelen ons later op de dag veel tijd. En ook fijn dat de grauwe klauwieren al terug zijn uit Afrika. De laatste stop hier is een ranzuil op het nest. Iets verderop bij Westeinde zit de laatste specht die we binnen moeten tikken. Het gaat om de middelste bonte specht. Vrij gemakkelijk lukt dit en kunnen we weer op weg. Maar dan is het ineens stress. We horen een knal en veel gebrom. En als we uitstappen blijkt dat de uitlaat is afgebroken. Na enkele telefoontjes weten we een vervangende auto te regelen. Hierdoor moeten we wel een heel gebied overslaan, het Zuidlaardermeer. Met de targets Steltkluut, Witwangstern en Witvleugelstern. Op weg naar de autowissel gaan we eerst nog langs het Vochteloerveen. En daar zijn we blij met een overvliegende sperwer en hebben ook snel een roodpootvalk in beeld. Paapje is vandaag ineens lastig en kost ons meer tijd dan we willen, maar hij is binnen. De grote gele kwikstaartjongen zijn inmiddels uitgevlogen, maar we zien papa al snel op de brugreling staan. In Leek woont mijn vader en mogen we de Fiat Panda lenen. Een wat kleine auto voor 5 mannen, maar beter iets dan niets. Een record zit er immers in en die kans willen we niet laten schieten. Dan het Lauwersmeer. Naast het Dwingelde Veld een van onze key gebieden, maar ook een gebied dat door de vorige recordhouders werd aangedaan. De eerste goede soort is een paardje grauw kiekendieven. Bij het Jaap Deenschat zijn we blij met een geelpootmeel en een groepje overvliegende goudplevieren. In de haven is Zwarte Roodstaart erg lastig, maar lukt toch. Op het Egbert Schuldink-eiland zien we Pontische meeuw en een kleine zilverreiger op het nest. Op de Ezumakeeg zijn we blij met een langsvliegende smelken en een jagende slechtvalk, waardoor alle valken in de pocket zijn. De laatste stop is de pomp. Waar de zeearend op het nest zit en waar 3 van de 5 teamleden een ijsvogel horen. Dan gaan we richting de afsluitdijk. Theo is inmiddels achter het stuur gaan zitten en vindt al rijdende een kiekendief die onze kant op komt vliegen. Het blijkt een mooie blauwe kiekendief te zijn, nog een nieuwe soort voor de daglijst. Bij de kop van de afsluitdijk zien we gelijk onze target, de kroneende. En tijdens onze Top of Holland Big Days gingen we vaak nog even bij de sluis aan de wadkant kijken voor bijvoorbeeld topper, middelse zaagbek of eider. Maar hier hebben we nu betere plekken voor, denken we. Achteraf missen we hierdoor de topper. Aan de andere kant van de afsluitdijk bij Den Oever splitsen we even op. Ik zoek daar tevergeefs naar topper en de rest zoekt tevergeefs naar Noordse en Engelse kwikstaart. Als de groep weer compleet is, vinden we toch beide kwikstaarten. Verderop vinden we nog een viertal zoutwatersteltlopers die we nog moesten. En een stukje verderop vinden we vrij makkelijk 2 witbuikrotganzen. Bij Callantsoog zit een mooi nieuw gebiedje, de Nollen van Abbestede, waar een grauwe fraaienpoot en rauwkwikstaart zitten. En onderweg horen we ook met het raam open nog een spotvogel zingen. Dan is het tijd om over zee te kijken bij Kamperduin. De vroegere recordhouders hadden de zeetrek vrij vroeg op de route ingepland. Maar doordat wij eerst Noord-Nederland doen, komen we pas 's middags aan. Niet de beste tijd voor zeetrek, maar we kunnen wel relatief makkelijk Zwarte Zeeënd en Jan van Gent binnentikken. Gedurende de dag slaat het weer ook om met een stevige noordwestenwind en dit levert 4 van ons nog een kleine jager op. Vervolgens moeten we ons zo'n 2 uur door de spits op de A4 wurmen.
We skippen een Europese kanarie bij Wassenaar en gaan direct naar de Iberische tjiftjaf van Den Haag. Bij Den Hoorn zit op een industrieterrein een paardje patrijzen en deze zien we direct al rijdend vanuit de auto, dus kunnen we gelijk weer door. En ook al vele jaren zitten er op het Oostvoornse meer bij Slagbaardmannetje twee zeekoeten. Een mooie bijkomstigheid is dat Settisanger hier makkelijk is, waardoor we die niet apart hoeven in te plannen. Bij Oudorp zit een prachtig eilandje, Markenje, met een mooi aantal schaarse broedvogels die hier nu lekker makkelijk zijn. En hier breken we dan ook het record dat het jaar ervoor is gezet door onze concurrenten. Maar we hebben nog steeds een heel aantal targets te gaan, dus we zijn snel weer op weg. We rijden over de Brouwersdam. Daar trotseren we enkele zandduinen die zijn ontstaan door de harde wind. En door twee zeevissers die enkele Paarse strandlopers opjagen, kunnen we ook deze soort aan de lijst toevoegen. Net als de zeekoeten zit bij Westerschouwen nog een wintervogel die er het hele jaar zit. Een mannetje grote zeeëend verblijft daar al enkele jaren. Een erg goede soort dus voor de Big Day. En ook onze laatste rotgans zit daar. Volgende stop is Neeltje Jans, alwaar we de magische grens van 200 soorten kunnen breken. Jeroen ziet direct een tweede kalenderjaar kuif als golven staan. Veel eiders hier die nog nieuw zijn voor de daglijst, maar inmiddels de zaagbek kunnen we nog niet vinden. We zoeken tevergeefs naar de Zwarte Zeekoet, maar weten dan toch nog een middelste zaagbek te vinden. In de omgeving van Rotterdam weten we dankzij Herman van der Brand en Gerry Bakker alsnog een kerkuil binnen te tikken. Een nieuw record vestigen was al prachtig, maar 200 soorten op één dag is voor ons een nog veel belangrijkere mijlpaal. In 2003 werd het record gezet op 187 soorten en pas 12 jaar later werd het record verhoogd naar 190 soorten. Dat we nu 200 soorten weten te vinden is fantastisch en voelt voor ons echt als loon naar werken. Omdat we, achteraf terecht, vrezen voor de toekomst van grote Canadese gans, haasten we ons richting de laatste target die we gelet op het tijdstip nog moeten kunnen doen. We vrezen dat de harde wind ervoor zorgt dat de woudtuip stil is, maar niets is minder waar. De vogel zit luidkeels en langdurig te roepen. We proberen dan nog wat stelpluten in het donker, maar dit lukt niet meer. Na enkele jaren blijkt de grote Canadees inderdaad van de Nederlandse lijst afgehaald te worden, waardoor we achteraf 200 telbare soorten overhouden. Een geweldige dag en een geweldig avontuur. Onze concurrenten blijken dat jaar geen poging meer te doen, en na 2016 worden er helaas ook geen landelijke Big Days meer gedaan. Terwijl lokale Big Days onverminderd populair blijven. De vraag is, wie pakt de handschoen op en gaat ook eens kijken hoe ver ze kunnen komen? Elk jaar verandert het aanbod aan soorten en kan een andere route wellicht nog beter uitpakken. Ik heb zelf inmiddels niet meer de tijd om de benodigde voorbereidingen te doen, maar hopelijk volgt er in de toekomst weer een groep jonge honden die de uitdaging aangaan. Vond je dit nou een leuke video? Wil je meer zien over het vogelskijken in Nederland? Vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik jullie volgende week.